Marit van Eupen, drievoudig wereldkampioene, Olympisch kampioene en nu bij de World Cup in München als coach aan werkzaam. Ja, als bondscoach van de Belgische vrouwen. En wat voor ploegen zijn dat? Ik heb een lichte dubbel 2 en een zware skifeuze. En bereik je al resultaten? Zie je al iets goeds gebeuren? Ja, ik zie een heleboel gebeuren, dat zeker. En ik zie ook dingen zeker goed gebeuren. Ik zie dingen verbeteren. Ik zie stappen die gemaakt worden. Het allerbelangrijkste is dat we in ieder geval nu de meiden die al een doel hadden, een plan hebben voorgelegd. We hebben er samen aan gewerkt. En ze zijn nu gewoon goed aan de slag. Er wordt met structuur gewerkt. De basisvoorwaarden zijn voor elkaar. En ja, het gaat goed. Maar heb je wel een langere toekomst? Zie je dat voor je als coach van ploegen? Bijvoorbeeld misschien ook wel in Nederland? Nou, ik heb al heel lang gecoacht. Ik geloof dat ik 10 jaar geleden bij Nero's met de eerstejaars vrouwen het eerstejaars klassement won. En daarna nog een paar keer. Daarna ook nog, daartussendoor ook nog wel andere dingen gedaan. Dit is op mijn pad gekomen. Voor nu is het een enorm leuk project en ik wil dat heel graag goed doen. Ik doe het met veel plezier, maar ik kijk op dit moment ook niet verder dan dat. Je hebt ook nog een ander leven, hè? Je bent moeder geworden. Nou ja, dit past op dit moment in het andere leven. Josie in Italië. Ik heb de zorg voor Toren. Ik heb nu ook de verantwoordelijkheid voor alle Belgische roeivrouwen. Ongeveer. En ja, het past precies. Maar je hebt nog wel het roeien gepersonificeerd in Nederland met al je grote prestaties. Is roeien nog wel van grote betekenis voor jou? Roeien zelf nog? Ja, om je eerlijk te zeggen, de laatste keer in een boot was denk ik bij de Heads. En dat was leuk. Nee, dat is niet waar. Ik ben nog ingevallen op de westelijke regatta. Dat was ook leuk. Maar nee, roeien, het komt er gewoon niet van. En ik vind het een sport die zonder doel voor mij heel moeilijk is om er echt plezier aan te ontlenen.